Dus iedereen gaat naar de huisarts, krijgt de pil en krijgt microginon 30. Dat kent iedereen wel waarschijnlijk. Ja. Ja, dat is een pil die zou ik ook niet willen hebben. Deze avond is voor iedereen die de invloed van vrouwelijke hormonen ervaart of daarin geïnteresseerd is. En als ik het vanavond over vrouwen heb, dan heb ik het ook over mensen met een baarmoeder die zich niet per se identificeren met de vrouwelijke gender. Ik heb het ook over vrouwen zonder baarmoeder. Kortom, eigenlijk deze avond is voor iedereen. Hoe zit het ook alweer? Nou, je ziet hier een voorbeeld van een hele standaard cyclus van 28 dagen. En we weten dat dat natuurlijk niet helemaal waar is. Want er bestaan ook cyclussen met een duur van 21 dagen en langer 35 dagen die ook nog gezond zijn. Elke menstruele cyclus begint met een menstruatie en relatief lage waarden van de hormonen estradiol en progesteron. En na aanloop van de ovulatie of eisprong, dus na aanloop van de vruchtbare fase, zie je dat het hormoon estradiol gaat stijgen om vervolgens weer te dalen in de luteale fase, de laatste fase van de cyclus. En na de eisprong zie je ook dat het hormoon progesteron begint te stijgen. En eigenlijk zie je dus in die tweede fase dat er relatief veel meer gebeurt eigenlijk hormonaal. En dat is vaak ook de fase waarin die emotionele en lichamelijke veranderingen kunnen plaatsvinden, waarover ik het net had. Wat ook wel weer opvallend is, is dat ik kon geen figuur vinden met testosteron erin van de menstruele cyclus. Geen rechtvrije figuur althans. En testosteron piekt tijdens de eisprong. Dat staat hier dus niet op in die figuur, maar dat is wel een belangrijk gegeven. Wat we ook zien, en dat gaat vanavond denk ik ook duidelijk worden, is dat die ervaringen van de menstruele cyclus, van hormonale anticonceptie, van de zwangerschap, van de overgang, dat dat heel verschillend kan zijn. Dus dat dat per vrouw verschilt. 50%, zo niet meer, van de vrouwen ervaart haar menstruele cyclus met lichamelijke en emotionele veranderingen. Lichamelijke veranderingen zijn bijvoorbeeld buikkrampen, opgeblazen gevoel. En emotionele veranderingen kunnen zijn somberheid of prikkelbaarheid. En voor een kleine groep vrouwen zijn die veranderingen eigenlijk symptomen te noemen. En kunnen ze echt levensontwrichtend zijn. En voor deze groep vrouwen duurt het vaak 12 jaar voordat ze een diagnose kunnen krijgen. Namelijk de diagnose premenstruele stemmingstoornis, oftewel PMDD. Elk jaar in Nederland krijgen ongeveer 23.000 vrouwen te maken met een peripartum depressie. Dat is een depressie tijdens of na de zwangerschap. En vaak vinden deze vrouwen het nog steeds heel moeilijk om hierover te praten, omdat er heel veel schaamte om het onderwerp heen hangt. En dat is eigenlijk de kracht die kennis heeft. Kennis kan relativeren, kan normaliseren. En dat is ook een van de redenen waarom ik hormonen en vrouwen heb geschreven. Het helpt om tijdens elke periode van die drastische hormonale schommelingen te weten wat er gebeurt. Je wordt minder hard omvergeblazen. Je kan betere beslissingen nemen. En je kan aan de bel trekken als je het gevoel hebt dat dat nodig is. Ik denk dat we erover moeten praten. Dat gaan we vanavond ook doen. En ik denk dat we er ook anders over moeten praten. Dus laten we ook vanavond eerlijke, genuanceerde kennis delen, zodat we juist daarmee die schadelijke maatschappelijke ideeën over de vrouwelijke biologie kunnen ontkrachten. Dank je wel. Dank je wel voor je fijne inleiding. Ik vroeg me af, wat heeft jou het meeste verrast eigenlijk bij het schrijven van je boek? Dat hormonen niet alleen maar negatieve effecten hebben. Daar gaat het ook vaak over. En daar zal het vanavond ook over gaan. Maar dat hormonen ook heel positieve effecten hebben. Dat tijdens die eisprong eigenlijk er vrouwen zeggen dat ze zich heel erg goed voelen. Dat ze bakken energie hebben, zelfvertrouwen hebben, zin om te flirten, meer zin in seks. Dus laten we dat ook niet vergeten, dat die kant er ook is. Een van de dingen die ik heb ontdekt ook tijdens het schrijven, tijdens mijn onderzoek, is dat die ervaringen van hormonale veranderingen heel erg verschillend zijn. Ja. Dus waar de ene vrouw haar cyclus niet of nauwelijks opmerkt, is er een andere vrouw die elke maand suïcidaal wordt.
Dus dat verschil is er. Waar we wel steeds meer achter komen, is dat er bij die vrouwen die dus heel sterk negatief reageren op hun hormonen, dat er op niveau van de hersenen eigenlijk, dat zij gevoeliger lijken voor die hormonale veranderingen. Mm-hmm. En dat die hersenen op een andere manier omgaan met hormonale veranderingen dan vrouwen die daar minder gevoelig voor zijn. Ik wil graag de volgende gast aan tafel vragen. Verloskundige en oprichter van het Geboortecentrum Amsterdam. Ze heeft de thuisbevalling en het baarkruk populair gemaakt in Nederland. En ze schreef de populaire Veilig-serie. Handboek eigenlijk voor rondom de zwangerschap en de geboorte van een kind. Die hormonen zie ik zelf eigenlijk ook een beetje. Die loopjongens die helpen bij je ontwikkeling en bij je persoonlijke grote ontwikkelingen. En dat zijn de puberteit, dat ze kinderen krijgen, moederschap en de menopauze. En het woord zegt het al, ontwikkelen. Dus er gaat iedere keer bij elke grote transformatie, zo'n hormonale transformatie, gaat er een wikkel af. En dat gaat nooit zonder slag of stoot. Dus altijd gaat het gepaard met emoties. En dat moet ook, want je moet weer door als mens naar een volgende fase. Maar dat gaat dus altijd gepaard met ook af en toe hele moeilijke emoties. En ik heb gemerkt als verloskundige, wat heel erg helpt, is dat als vrouwen gewoon in hun vroege jeugd geleerd hebben van hun ouders om met stress om te gaan. Dus dat ze een gezond stresskopingssysteem hebben. Dus gezonde hechting helpt al enorm om die ontwikkeling, die wikkels, er op een goede manier af te laten gaan. En een ander hormoon, waar ik eigenlijk zelf is mijn tophormoon, waar ik heel erg dol op ben, en dat is het hormoon oxytocine. En ik heb gemerkt dat elke grote transitie, hormonale transitie, ook bij de menopauze, maar ook tijdens de bevalling, ook het eerste jaar na de bevalling, maar zeker ook in de puberteit, altijd makkelijker gaat als je heel veel oxytocine in je bloed hebt. Oxytocine is echt het liefdeshormoon, het bindingshormoon. Het knuffelhormoon. Daarom knuffelen pubers de hele dag met elkaar ook. Als we kijken naar ook het onderzoek wat gedaan is, dan is dat een van de grootste onderwerpen, denk ik, is dat oxytocine een hormoon is wat die netwerken in de hersenen zo op zo'n manier met elkaar laten communiceren dat je veel beter met stress om kan gaan. Dus dat is zo mooi dat jij dat eigenlijk vanuit die verhalen van vrouwen naar boven haalt. Van vrouwen en vanuit jezelf, hoor ik je zeggen ook, dat je dat hebt ervaren. Of... Ja, ik heb vrouwen gezien in de postnatale depressie zien raken. Hè? En daar ook weer goed uit zien komen. Dat waren hele andere vrouwen als vrouwen die tijdens de menopauze ineens instorten. Je kunt als vrouw het heel lang uithouden goed met jezelf. En dan in de menopauze dan verbrost, dan de shell is breaking. En dan komt er weer een hele nieuwe fase. Het moet ook. Gaat de wikkel er weer af. En dan komt daar die dan ben je moeder af. En dan moet je gewoon nog 30 jaar door tot je 90ste. Die verscheidenheid van vrouwen, is daar een soort relatie tussen? Ja, PMS zijn eigenlijk die emotionele veranderingen, die lichamelijke veranderingen, die eigenlijk nou de helft, zo niet meer, van de vrouwen kan ervaren. Dat wordt premenstrueel syndroom genoemd, PMS. En PMDD is een premenstruele stemmingstoornis, waarbij het eigenlijk niet meer echt veranderingen zijn, maar wel echt symptomen, omdat het als klachten ervaren wordt. En vrouwen daar zoveel last van kunnen hebben dat ze niet meer goed kunnen functioneren en daar behandeling voor willen opzoeken. Dus dat is het verschil tussen die twee dingen, zeg maar. Wat we zien is dat de vrouwen die last hebben van PMS of PMDD, dat zij dus ook vaak degene zijn die tijdens de perimenopauze klachten kunnen hebben. Zoals stemmingsklachten bijvoorbeeld. Omdat er dan toch eigenlijk zo lijkt te zijn dat het meer gaat om hormonale gevoeligheid. Hè? Dus dat we weten dat dat inderdaad van vrouw tot vrouw verschilt. Maar dat als je als vrouw gevoelig bent voor die hormonen, dat je dat eigenlijk in die verschillende fases, zoals de cyclus, de rondom de zwangerschap, de overgang, dat je dat dan kunt
dat dat dan tot uiting komt en dat je dat dan ervaart. Ik wil graag iemand naar voren vragen, Alice de Koning. En zij gaat een persoonlijk verhaal houden. En zij komt vanuit Stichting PMDD Nederland. Ik ben heel blij dat ze er is. En ik wil natuurlijk ook zeggen dat mensen die een persoonlijk verhaal hier gaan vertellen, dat dat niet is omdat ze zelf dat podium willen hebben, maar omdat het juist zo belangrijk is dat dit soort verhalen worden verteld en gedeeld, zodat we daar steun aan kunnen hebben en ook dingen kunnen herkennen. Dat dat natuurlijk weer van maatschappelijke waarde is. Dat is volgens mij is waarom we hier vanavond zijn. Dus een hartelijk applaus dat er iemand bereid is om dit verhaal te vertellen. PMDD, dat wordt gedefinieerd als een endocrine aandoening. Wat betekent dat hormonale gerelateerde aandoening is. Maar naast fysieke symptomen ervaren mensen, als ik, ook een reeks verschillende psychische symptomen. Zoals depressie, suïcidale gedachtes en ook angst. De aandoening uit zich dan ook doorgaans vanaf rondom de eisprong. Je net liet zien, door naar de eerste dag van de menstruatie. We noemen dat ook wel de luteale fase. En dit zijn namelijk de momenten dat onze prachtige hormonen, zoals oestrogeen, testosteron, maar ook progesteron, een behoorlijke dans uitvoeren. Daar reageren we slecht op. Bijzonder slecht. Vanaf mijn 11e begon mijn menstruatie en heb ik altijd heftige gevoelens gekend. Intense verdriet. Ik hield die voor mezelf en nam het waar als: is dit dan de puberteit? En pas toen ik 46 werd, ging het echt niet meer. Totaal niet meer. Ik leek mijn goede dagen te verliezen. Ze verdwenen totaal. En op dat moment werd ik zo angstig voor mezelf. Dus richtte ik mij tot mijn huisarts. Zij heeft mij direct doorverwezen naar de gynaecologie. PMDD, werd mij gevraagd. Heb je wel eens verdiept in PMDD? Nee. Na het inlezen hiervan stortte ik letterlijk in elkaar, op de grond. Ik heb uren gehuild, maar ook gelachen. Ik voelde me zo opgelucht. Ik ben niet gek. Het bestaat. Het is echt. Ik ga gehoord worden en ik ben dus niet alleen. PMDD heeft mijn hele leven beïnvloed. Maar niet alleen mij, ook mijn partner en mijn kinderen. De ene helft kan ik alles, heerlijk, wil ik alles voor iedereen doen, er voor iedereen zijn, ben ik mezelf en sta ik vol in het leven. Ik ken geen angst, ik ken geen paniek, geen woede, nog verdriet en ik geniet dan vol intens van het leven. En depressie of ongeluk, nou, nog nooit van gehoord, dat bestaat gewoon niet, niet in mijn woordenboek. En dat is er eigenlijk dan nooit geweest. En dan komt mijn eisprong, die ik altijd voel. Daadkrachtig, euforisch, hyper bijna. En dan ren ik bijna in het 100. Mijn energie knalt dan letterlijk uit mijn lijf. Maar binnen die 24 uur van mijn eisprong komt altijd een directe ommekeer. Van het ene naar het andere moment. Alles wordt plotseling duister. Plotseling ben ik dan bizar moe, uitgeput. En dan komt de irritatie. En dan wordt er plaats gemaakt voor de depressie. Ik leid een praatgroep met een vriendin die ook PMDD heeft vanuit de PMDD Stichting Nederland. Daarom zeg ik altijd: deze depressie is geen gevoel. Deze depressie, ben je ervan overtuigd dat jij dit waarneemt. Alles wat je waarneemt is de werkelijkheid. Je brein en je ziel reageren en acteren hierop. Een situatie ontstaat waarbij het gevoel en het oordeel als waarheid wordt waargenomen. Een vertekend beeld, dat wel, wat zich niet laat rechtpraten door niemand. En ik kan jullie 1000 redenen geven, vol overtuiging bijvoorbeeld. En geloof me, ik overtuig jullie echt allemaal, dat mijn partner bijvoorbeeld op dit moment een absolute no-go is. De slechtste man op de hele wereld. We zijn 15 jaar bij elkaar en iedere maand wil ik van hem scheiden. Me totaal ontvreemd waarnemen van mezelf. Geen emotie hebben naar mijn gezin, naar mijn vrienden, familie en niets meer kunnen waarderen. Deze depressie zorgt er ook voor dat er niets of weinig uit mijn handen komt. Geen connectie kunnen maken met een situatie of een persoon en jezelf niet aanzetten tot actie. Dat lukt gewoon echt niet.
En van alles uitgeput raken. Van alles gestrest raken. En liever niemand willen zien. Het grappige is wel dat ik werk tot op zekere hoogte wel altijd kan uitvoeren. Ik werk gelukkig in een zeer gestructureerde omgeving. En hier komt in die periode geen emotie dan ook aan te pas. Maar dat heeft het ook helemaal niet nodig. Het is voor mij een veilige omgeving waar ik alles kan uitzetten en aanzetten wanneer ik dat wil. Wel is energie vaak een dingetje, maar als het echt niet kan, dan neem ik vrij. En dikwijls leg ik dan een heel weekend af. Heb ik slechts een paar uurtjes om iets te doen met mijn gezin. Hier voel ik mij wel goed bij trouwens. Dat is namelijk een ritme wat ik al doe vanaf dat ik 11 ben, denk ik. Ik doe mijn werk graag, maar ik ben ook heel graag mama en heel graag partner. Dus het is constant schipperen. De duistere periode eindigt op het moment dat de menstruatie aantreedt. Ik herken dit altijd als wanneer ik niet geteisterd word door hele negatieve, pijnlijke beelden en gevoelens. Als sneeuw voor de zon lijkt de gehele voorgaande periode nooit plaatsgevonden te hebben. Het niet houden van mijn partner, zo moe zijn op mijn werk en thuis niets kunnen uitvoeren, dat bestaat helemaal niet. Dat is er trouwens ook nooit geweest op zo'n moment. En wie de achtergebleven ellende heeft veroorzaakt, dat ben ik zelf. Dat weet ik wel. Een mix van schuldgevoel, maar intense euforie, wat ik eerder waarnam voor werkelijkheid, bestaat dus niet meer. En de emotie erbij oproepen, toen ik me zo slecht voelde, dat lukt dus niet. Ik zie de beelden, ik weet wat ik gedaan heb, maar ik heb er nul gevoel bij. Want het is er niet meer. En ik kan er ook niks meer aan doen. Dus het is maar een vage, emotieloze herinnering. Nou, met alle positiviteit in die periode ben ik er dus weer. Ruim ik alle brokstukken weer op. En tegelijkertijd probeer ik dan alle verloren tijd weer in te halen. Zowel letterlijk als figuurlijk. Een race tegen de klok, want over 14 dagen is mijn ijsprong er weer. Een race tegen de klok, maar de kracht en geloof is er altijd. Liefhebben is dan het mooiste wat er is. Ik geloof dan weer in mezelf, mijn partner en mijn kinderen. Dank je. We kunnen later weer bij je terugkomen. Maar voor nu wil ik eerst gynaecoloog Henk Oosterhof aan tafel vragen. Hij verricht wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van overgangsslachten op werkverzuim. Naast zijn werk als gynaecoloog dus. En vanaf 2010 start hij een menopauzekliniek. En ook is hij bestuurslid bij de Dutch Menopause Society. Ja, dat zijn altijd hele indrukwekkende verhalen. Ja, ik heb toch veel patiënten met dit soort klachten. En het zijn invaliderende klachten. En vaak worden ze niet onderkend. En op een gegeven moment dan wordt het wel duidelijk. En dat zijn echt wat hormonen met je hersenen kunnen doen. En in je hersenen heb je allerlei neurotransmitters die heel belangrijk zijn. Noradrenaline, dopamine, serotonine is allemaal heel belangrijk. En die worden allemaal gereguleerd door oestrogenen, door het vrouwelijk hormoon. Nou, en Estrella heeft al laten zien wat er gebeurt na de ijsprong. Ja, dan zakken die en dan gebeurt er dus van alles in je brein. En de een is daar veel gevoeliger voor dan de ander. Maar is er dan ook een moment dat juist ophoudt? En de menopauze duurt eigenlijk maar een week. Ik roep altijd, daar kan ik geen droogbrood aan verdienen. Alles daaromheen, dat heet de overgang. En die kan 7 tot 10 jaar duren. En vooral voor de menopauze heb je die hele wisselende hormoonspiegels. Ja. En na de menopauze, ja, dan heb je eigenlijk geen oestrogenen meer. Of heel weinig oestrogenen. Dus heb je in ieder geval niet die wisselingen meer. Wat weten we inmiddels over PMDD? Ja, dus dat die hormoonwaarden niet anders zijn. Dus veel mensen denken van, dat wordt veroorzaakt door andere hormoonwaarden. Er moet een bloedtest komen en dan kan ik zien of die hormonen verschillend zijn. Of anders zijn of afwijkend. Maar dat is dus helemaal niet zo. En vaak is het dus het geval dat er in de hersenen een abnormale gevoeligheid is voor die veranderingen. En wat Alice beschrijft, dat kan dus al zijn vlak na de ijsprong. Echt, je voelde het gelijk. En bij andere vrouwen treedt dat weer iets later op. Dus wat je in het figuur zag van de menstruele cyclus, wat ik liet zien, was dat er natuurlijk estradiol stijgt en daalt tijdens die tweede fase van de cyclus, maar progesteron ook. En ja, kennelijk spelen al die schommelingen een rol. En bij sommige vrouwen lijkt het te gaan om de gevoeligheid voor de stijging. Bij anderen voor de daling. Er zijn vrouwen die op allebei slecht reageren. En
ja, in alle eerlijkheid weten we dus nog helemaal niet goed te voorspellen wie die vrouwen zijn en wat er precies gebeurt op het level van neurotransmitters, waar Henk het over had. We weten dat ongeveer 50% tot 80% vrouwen wel PMS ervaart, maar dat is niet wat, dat is niet wat Alice beschrijft. Dus het gaat om een relatief kleine groep vrouwen, maar het gaat wel om een groep vrouwen die eigenlijk heel vaak en heel lang genegeerd worden en zijn, want ze moeten vaak heel lang wachten op een diagnose. Ja, en dat kan komt het ook terug uit het verhaal. Ja, hoe kan het dat die vrouwen zo lang moeten wachten op die diagnose? Ja, omdat soms zelf ook bij de vrouwen zelf het kwartje niet valt. Dat is ook vaak het probleem. En nou ja, dan, maar is het aan de vrouw om het kwartje te laten vervallen? Of is het ook aan de huisarts bijvoorbeeld? Nou ja, dat wou ik net zeggen. En dan het vervolg daarop is dat als ze wel naar de huisarts gaan, dat die ze aankijkt en zegt, ja, nou ja, dat weet ik ook niet. Ga maar aan de pil. En daar is het probleem soms mee opgelost, maar ook heel vaak niet mee opgelost. Of juist, het wordt nog erger, wat we net hebben gehoord. Nou ja, sommige vrouwen reageren. Ja, dat is ook heel wisselend hoe je op de pil reageert. En dan wordt het een zoektocht. En voordat echt pas helemaal duidelijk is van, nou, dit is het, ja, gaat er best wel heel vaak heel veel tijd overheen. En onze samenleving zegt ook van, ja, nou ja, niet zeuren. Je bent zeker ongesteld, weet ik wat. Allemaal opmerken op de werkvloer ook. Hè. Als vrouwen uitvallen in die periode, ja, ze durven het niet te vertellen op de werkvloer. Maar ik denk ook dat vrouwen zich vaak in het reguliere medische systeem toch niet altijd serieus genomen voelen. Bijvoorbeeld als ze te horen krijgen, ga maar aan de pil of het hoort erbij. De kranten stonden er ook de afgelopen tijd vol mee. Dat dus minder vrouwen aan de pil zijn. Volgens mij was het van Anne Rutgers. Van 30% naar 24% gegaan. Ik vind het wel een positieve ontwikkeling dat vrouwen gewoon meer aandacht hebben voor wat er in hun lichaam gebeurt. En we zitten zo in een periode van ontlijving. Hè? Iedereen is de hele dag maar cerebraal bezig met schermpjes en de pil. Dan vervreemd je eigenlijk ook van je eigen cyclus en van je eigen ovulatie. Ja. Dus ik, toen ik het las in de Volkskrant, geloof ik, vorige week, dacht ik, oh nou, natuurlijk moet de anticonceptie op orde zijn. Hè, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar het volgen van je cyclus is denk ik, ja, heel goed de ontwikkeling. Ik ben het helemaal met je eens dat het, als we kijken naar waarom dat dalende pilgebruik er is, nou, wat ligt er eigenlijk aan ten grondslag? Hè? Want dat is interessant. Want blijkbaar is er dus een behoefte van vrouwen om hun lichaam te ontdekken zonder die hormonen. En dat kan ik me eigenlijk heel goed voorstellen. Want heel veel vrouwen beginnen al op hun 14e, 15e met de pil. En ja, dat is een hele lange periode stoppen dan en ervaren dan in één keer van wow, ik voel me toch wel anders. En die ontdekkingstocht, die is heel mooi. En dat dat nu in gang wordt, of dat dat nu op gang komt, vind ik persoonlijk heel mooi. En natuurlijk betekent dat alsnog dat vrouwen goed geïnformeerd moeten worden over wat dan alternatieven zijn. Dat staat buiten kijf. Ja, want er zijn bepaalde dingen die dan vaak genoemd worden als het gaat over geen hormonale conceptie willen. Dat is vaak een reden dat vrouwen zeggen dat ze hun emoties minder voelen. Een beetje afgevlakt gevoel en ja, minder zin in seks. Is dat klopt dat? Klopt dat gevoel? Is dat ook terug te leiden uit de wetenschap? Dat klopt. Vooral de pil slik je. Hè? En dat betekent dat, nou, dat is een technisch verhaal, maar dat betekent dat je testosteron een beetje naar beneden gaat door het pilgebruik. En dus je trigger voor seks gaat ook een beetje naar beneden. Dus dat klopt wel. Aan de andere kant, ja, ik sta er heel dubbel in. Want de pil is natuurlijk ook wel, heeft ons veel gebracht. Hè? Ik bedoel, de seksuele emancipatie van de vrouw, de onafhankelijkheid van de vrouw. Dus ja, om de pil nou meteen weg te gooien, dat vind ik wel heel erg. En de ellende is hier in Nederland dat wij de meest goedkope medicijnen voor mogen schrijven van de zorg. En de pil die dus vergoed wordt, dat is de meest slechte pil die we hebben. Die bestaat al 40 jaar. En daarna zijn wel betere pillen gekomen, waar vrouwen veel minder vlak op zijn. Waar vrouwen beter op reageren. Ja, dan moeten ze bijbetalen of ze moeten hem zelf betalen. En dat speelt ook mee. Dus iedereen gaat naar de huisarts, krijgt de pil en krijgt microginon 30. Dat kent iedereen wel waarschijnlijk. Ja. Ja, dat is een pil die zou ik ook niet willen hebben. En wat is dan een goede tip voor de mensen die dan... Nee, maar dit is toch heel belangrijk nu. Want eigenlijk zeg jij, Henk, als man van die pil zou ik ook niet willen hebben. Dus
Dat is toch bizar dan eigenlijk dat die pil dus wel de meest voorgeschreven pil is. Waarom is die pil eigenlijk de voorkeur? Nou, die is spot goedkoop. En wat die pil, doet zoveel met je. Ik ben ervan overtuigd, en dat heb ik ook wel een paar keer gehoord. En dat je gaat op je 15 aan de pil. En dat verandert best wel veel in je. Verandert in je karakter, maar bijvoorbeeld ook je reukvermogen. Je krijgt een partner, je gaat met hem trouwen. En je wilt een kindje krijgen en je gaat stoppen met de pil. En in één keer stinkt je partner. Ik ben ervan overtuigd dat daar echtscheidingen door gebeuren. Ja, het klinkt heel ridicuul, maar het is echt zo. Want is dit die pil doet heel veel mee. Is dit echt... Ja, er is wel onderzoek naar gedaan. En dat laat wel zien dat de pil effect kan hebben op het soort partner wat je kiest. Het partner die je aantrekkelijk vindt. En dan gaat het echt over gezichtsvorken. En dan gaat het ook om geur en dat soort dingen meer. Ja, en dus ik zeg ook altijd, stop nou met die pil voordat je gaat trouwen. Want dan kun je tenminste een goede keuze maken. Maar tegelijkertijd, want kijk, wat jij zegt van we moeten die pil niet weggooien, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar we moeten er dus wel, en dat doen we denk ik vanavond, een eerlijk en genuanceerd beeld tegenover zetten. Want het kan niet zo zijn dat vrouwen het gevoel hebben dat ze niet goed geïnformeerd worden door de maatschappij, door het reguliere systeem, en daarom massaal filmpjes van TikTok gebruiken als hun primaire bron. Dus ik denk dat uiteindelijk wel moet gaan veranderen. Dat die TikTok-filmpjes zijn heel waardevol. Want het gaat over persoonlijke ervaringen. Mm-hmm. En ik snap dat vrouwen daar naar kijken en daarop aangaan en denken van wow, wat is dit? Maar het is uiteindelijk belangrijk dat je weet als vrouw dat het niet voor jou hoeft te gelden. Dat het om een unieke ervaring gaat van die persoon die niet voorspellend is voor jouw ervaring. En dat je dus dat we daar een eerlijk en genuanceerd beeld tegenover kunnen zetten. Zodat je alles te horen krijgt, positief en negatief. Je hebt natuurlijk een tijd geleefd dat juist was baas in eigen buik. En dat de pil zorgde voor bevrijding. En nu wordt het juist gezien om te stoppen met de pil. Dat bevrijdend is. Hoe zie je die ontwikkeling? Ja, ik vind de pil niet alleen maar een bevrijding. Mm-hmm. Het is ook vanaf het moment dat we de pil allemaal gingen slikken, en dat heb ik meegemaakt in de seksuele revolutie, was je ook ineens beschikbaar. En gingen vrouwen ook zich massaal eigenlijk min of meer aanpassen aan een soort masculine seksbeleving. Het had ook nadelen, snap je? Ik ben... Precies wat je zegt, de pil is een geweldige uitvinding en het heeft heel veel. We hebben er heel veel aan te danken. Maar er zijn wel nu, bijna 70 jaar na dato, is het wel goed om het te nuanceren. En ben ik heel blij met andere vormen van anticonceptie. Maar ik was nog even benieuwd naar, wat is nou jouw therapie voor een ernstige vorm van PMS? Nou, niet mijn therapie, maar als je kijkt naar de evidence die er is, is de eerste toch de pil. En dan wel een hele specifieke pil. Dus niet microgenon 30, maar een pil met een ander soort progesteron erin. Een beetje een anti-androgene progesteron erin. Daar reageren toch best wel veel vrouwen redelijk goed op. Als dat niet lukt, dan ga je toch aan die neurotransmitters draaien. Dus dan moet je denken aan antidepressiva. Dat doet iets met je serotonine. Daar reageren toch ook best wel veel vrouwen goed op. En ja, dan hou je toch een groep over. En dan moet je die cyclus eruit halen. Nou, dat kan je heel rigoureus doen. Er zijn landen waar ze dat doen. Dan halen ze de eierstokken eruit. Ja. En dan ben je dus eigenlijk je cyclus kwijt. Maar dan zou je acuut in de overgang komen. Dus dan moet je lichaams eigen hormonen teruggeven. Mooi stabiel. En dan heb je dus die wisselingen niet meer. Ja, dat vinden we in Nederland toch wel heel rigoureus. Om de eierstokken eruit te halen. En wat wij dan doen is, je hebt medicijnen die de eierstokken stil kunnen leggen. Hè? Dus die zorgen dat de eierstokken er nog wel zitten. Maar niks meer doen. Geen hormonen meer maken. En dan geef je daarnaast lichaams eigen hormonen terug. En dan worden ze heel stabiel. En dat werkt soms heel goed. Alleen dan gaat de zorgverzekeraar na 2 jaar weer piepen. Want ja, die medicijnen zijn hartstikke duur. Ja, ik wilde nog heel iets zeggen over die cyclus van 2 weken op. En je voelt je heerlijk. En dan de ovulatie. En daarna die andere 2 weken. En vlak daarvoor even een bezinning. Even naar binnen keren. Juist die normale cyclus. Dat vind ik wel belangrijk om te zeggen, dat eigenlijk gewoon voor vrouwen heel gezond is. En natuurlijk, hoeveel procent, wat jij zegt, 8% van de vrouwen hebben last. Maar heel veel vrouwen zijn heel happy met dat ritme waar ze in leven. En dat wou ik nog even zeggen. Even eruit gooien, wat te vervelend is aan je partner. Dus veranderingen versus symptomen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, precies. Ja.
Maar als je die extreme klachten hebt, je moet niet vergeten, 1 op de 100 vrouwen verzuimt iedere maand in verband met menstruatiestoornissen. Dus dit soort klachten. En maar heel weinig vertellen dat op de werkvloer. Het is altijd hoofdpijn of iets anders. Ze durven het op de werkvloer niet eens te vertellen. Dat is toch eigenlijk absurd, want het is gewoon een levensfase. Ja. Dank jullie wel. Volgens mij zijn we nog lang niet uitgepraat. Maar gelukkig zijn we er nog met z'n allen en kunnen we ook met elkaar praten zonder dat het versterkt wordt met microfoons. Ik wil erg bedanken de mensen die thuis kijken. We hebben ook nog niet alle onderwerpen besproken, maar dat betekent dat je gewoon een boek kan kopen. Hormonen en vrouwen. Heel erg bedankt voor jullie allemaal en voor jullie mooie verhalen. En tot de volgende keer. Thank you.